welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrax, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en de normale gang van zaken is weer... Ja, alles is weer bij het oude ritme, oude dingen. Ik ben weer vandaag voor het eerst begonnen met werken en alles is weer bij het oude. Behalve nog de kerstverlichting, maar die gaat er ook zo af. En dan begint het normale leven weer, jongens. Het normale leven begint weer. Gewoon weer elke dag werken tot 4 uur. Thuiskomen. En dan 's avonds in slaap vallen op de bank of voor de computer. En ja, de andere dag weer werken. Aan de ene kant ben ik ook wel blij dat het weer een beetje het gewone normale leven is. Geen verplichtingen meer, geen drukte meer. Ik heb een heel leuke vakantie gehad in de maand december. Ik heb de hele maand december lekker vrij gehad. Hele leuke vakantie gehad. Ook minder leuke dingen meegemaakt. Maar ook hele leuke dingen meegemaakt. Dus het was wel een geslaagde decembermaand was het voor mij. Ik heb heel veel gedaan. Ik ben naar België geweest. Ik ben naar de Efteling geweest. We zijn... Ramon, ik en Kevin zijn nog naar Noord-Holland geweest. We hebben een hoop gedaan. Ik ben nog met Ramon naar de kerstshow geweest in Rome. Ik ben met de kerst ben ik bij mijn zus geweest in Vlissingen. Kortom, het was een leuke... Ja, het was best wel een leuke vakantie. En nu is het weer januari en is het weer alles weer, ja, alle, hoe noem je dat, alle orde op zaken, gewoon weer werken en weer wachten op de volgende vakantie. En die vakantie, dat gaat al heel snel. In april ben ik weer een week weg. In april ga ik een week naar Slagharen, attractiepark Slagharen en... Vorige keer heb ik daar ook gevlogd, maar dat was niet echt een vlog. Dat was meer een beetje filmen en niks zeggen. En nu wil ik ook echt een vlog gaan maken van Slagharen. Een vlog, ja ja. Ik wil eigenlijk die 3 dagen wil ik eigenlijk... of die 7 dagen wil ik eigenlijk... Ja, een beetje zo inproppen. Dat ik toch een leuk verslag ervan kan maken. Ik wou eigenlijk in 1 dag, maar ik weet nog niet of ik dat in 1 dag, in 1 vlog ga halen. Want ik zal best nog wel aardig wat gaan filmen. En ik wil jullie natuurlijk de Gold Rush laten zien. Ja, die heb ik vorige keer ook al gefilmd. Maar daar wil ik wel wat meer over vertellen. Ik ga er niet in. Ik ben echt een bange poepert, jullie weten het. Ik vind het heel leuk om te kijken. Ik vind de Gold Rush heel leuk. Maar wel met beide benen op de grond en niet in een karretje. Ik ben niet zo held zoals anderen. Er gaan natuurlijk nog een heleboel leuke dingen gebeuren. Buitenland tripjes. We willen nog naar België, naar Duitsland. Ja, er moeten ook dit jaar heel veel Efteling vlogs komen. Want ik ga natuurlijk kijken of dat ik zo snel mogelijk het Efteling abonnement kan gaan halen. En dan kan ik dus ook in de Efteling... elke keer een leuke vlog gaan maken als ik er ben. Dus dan komen er heel veel Efteling vlogs komen er op mijn kanaal. Nou, voor de rest... mensen van GTA 5. De mensen die mijn livestreams altijd bekijken. Die mijn livestreams altijd leuk vinden. En altijd trouw naar mijn livestreams kijken. Niet bang zijn. Niet in paniek raken. De livestreams gaan gewoon natuurlijk ook door. En ik begin... dadelijk alweer met een nieuwe livestream, want ik heb er zin in. Ik heb weer even een dagje kunnen afkicken, want ik heb natuurlijk niet de hele dag kunnen PlayStation, omdat ik vandaag weer moest gaan werken. Maar vanavond ben ik er weer hoor jongens, vanavond ben ik er weer. En ga ik weer lekker Grand Theft Auto 5 livestreamen. Ja ja, er komt gewoon weer een livestream. Ik had wat problemen met mijn Insurgent. Jullie weten het. Degene die mijn vlogs bekijken. Of die mijn livestreams bekijken. Oh, mij nou. Ik had problemen met mijn Insurgent. Dat ding had ik gepimpt. En dan zette ik de computer uit. En dan zette ik de computer weer aan. De PlayStation. En dan was ineens mijn auto weer standaard. Nou, het schijnt zo te zijn. Dat als jij... de update gedaan heb,
Dat je dus die auto, dat het dan geen Pegasus vehicle meer wordt, maar een personal vehicle. Dus ik moet even zorgen in de periode dat ik dus mijn auto gepimpt heb, dat ik geen andere auto heb. Dus dat niet mijn Kuruma er of zo staat. En dan zou ik hem, als het goed is, zou ik hem in mijn garage kunnen zetten. Want het is dan geen Pegasus vehicle meer. En dat is dus het probleem dat ik dus elke keer had, dat mijn auto elke keer weg was. Dus dat gaan we even uitproberen. Ik ga telkens eerst even de verlichting even uitdoen. En ik ga even lekker een muziekje opzetten. En dan ga ik weer even verder. En dan ga ik nog even livestreamen. En ik ga dit even online zetten, hoop ik. Ja, ga ik ook wel even doen. Even een korte update, in ieder geval. Maar in ieder geval, het gewone leven is weer begonnen. En ik ben weer aan het werk, jongens. De vakantie is echt voorbij, jammer genoeg. En aan de andere kant ook wel lekker. Nou, ik zou zeggen, in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje omhoog, paars, blauw, rood, geel, oranje, wat maakt mij het uit, als het maar een duimpje omhoog is. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op mijn kanaal, want er komen nog heel veel leuke livestreams, vlogs, pretparkvlogs en nog meer van die leuke dingen. En dus binnenkort ook Slagharen in april. Dus zeker te weten, abonneren op It's Ultrex. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie dadelijk weer bij de livestream. En anders morgen of overmorgen weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal al. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.